Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid als er een natuurramp gebeurt. Vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 Nieuws. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1114 met een uitzending voor vandaag 23 oktober 2017. Dus het bulletin van maandag. BI2NOS is voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. Al verschillende keren is de vergunninghouder Stichting Scoop Hobbyfonds geconfronteerd met misdragingen door radiozendamateurs en anderen. Deze hebben inmiddels zulke vormen aangenomen dat de stichting het niet langer in het belang van het radiozendamateurisme acht om de repeater in de lucht te laten. Papa India 2, November Oscar Sierra. Ja, vandaag is een beetje een rare dag omdat ik gisteren toen ik de uitzending deed nog geen weet had wat vandaag bij amateurs het onderwerp van de dag zou zijn. Er is inmiddels heel veel over gezegd en over geschreven. Ik wil het daar eigenlijk wel bij laten. Behalve dan dat ik vind dat de mensen die hiermee de aanleiding toe geweest zijn, en jullie weten zelf ongetwijfeld wie jullie zijn, dat die zich maar eens moeten afvragen of dit nou echt het beoogde resultaat was. Ongetwijfeld zul je ook andere amateurs kennen en je moet je maar eens afvragen hoe een aantal van die mensen in jouw omgeving hier tegenover staan, vooropgesteld dat ze al van je gedrag weten. Het is overigens geen nieuw fenomeen. Op 16 oktober 2008 verordoneerde agentschap Telecom dat twee Nederlandse repeaters, eentje in Rotterdam en eentje in Almere, voor 3 weken uit de lucht moesten vanwege vergelijkbare problemen. De laatste seconde voor die pauze van 3 weken bij PI2FLD, die klonk het toen als volgt. Nou, knappe jongen als je eroverheen komt, is PI1NSL. Dan heb ik kennelijk toch het laatste woord. En dan gaat bij deze gaan. Ah, zo. Nog in. Dan was dit voorlopig even de laatste uitzending van Papa India 2. Fox, Lima, Delta. Tot over 3 weken. Gaan we nu over naar wat betere onderwerpen. Volgt nu het deel 11 van de serie over telecommunicatie onder water. Ik mag Gijs PD1PA wel bedanken voor het aanreiken van dit populaire onderwerp. Want volgens mij is dit wel een van de meest populaire series die ik in de Daily Minutes gemaakt heb. Ik ben zelden zo vaak benaderd met de vraag wanneer is de volgende aflevering weer? Of je gaat er toch wel mee door, hè? Het deel 11 dus. Ik zou heel graag over Enigma doorgaan, zoals ik vorige keer al meldde. Ik vroeg me af of het wel genoeg met het onderwerp communicatie onder water te maken heeft. Strikt gesproken is het geen communicatie onder water, het gaat door de ether. Maar een van de belangrijkste toepassingen van Enigma was wel die door de Duitse onderzeeërs, met name op de Atlantische Oceaan. Een ander probleem is dat de informatie die ik heb zo ontzettend uitgebreid is dat ik er maar lastig vat op krijg. Je moet daarbij nooit te veel informatie in één keer brengen natuurlijk. Ik weet daarnaast denk ik niet genoeg van encryptie om dat onderwerp met veel diepte te kunnen brengen. Ik kan vandaag niettemin op een interessant aspect van dit gebruik van de Enigma inzoomen. Heel kort is het al eens aan de orde geweest. Een niet onaanzienlijk deel van de communicatie van de Duitse U-boten bestond uit verslagen over de weersituatie. Met name de voorspellingen op iets langere termijn waren voor de leiding van de krijgsmacht van essentieel belang. Het Europese weer wordt daarbij sterk beïnvloed door wat er op de Atlantische Oceaan aan weer gebeurt. Om die reden waren de weerwaarnemingen van de U-boten in het betreffende gebied uiterst interessant. Weersatellieten waren er toen nog niet, dat was iets uit de science fiction boekjes zoals ze daar al werden genoemd. Gewoonlijk werden er steeds 3 of 4 U-boten door de Duitsers als weermelders aangemerkt. Zij hadden de opdracht om op zijn minst dagelijks bericht te doen van het weer dat zij daar ter plekke ondervonden. Daarnaast kon ieder schip door de legerleiding worden bevolen om melding te doen van de weersituatie en dat gebeurde ook heel vaak die verzoeken. Vanwege de aard van de informatie zijn de weerberichten bijzonder makkelijk om te zetten in de bekende koetssignalen, de korte reeksen van elk 4 tekens. De voor de Kriegsmarine gebruikelijke koetssignalen ten behoeve van de weerrapporten heten in het spraakgebruik van destijds Kurzfunkspruch of Kurzfunksopse. Opse is kort voor observationen en dat waren dus weerwaarnemingen met een bijzondere versleuteling, de zogenaamde Wetterkurzschlüssel. Deze bestonden uit een startteken, WW, gevolgd door de beschrijvende groep van 3 lettergroepen van elk 4 tekens. In de eerste 4 tekens stond het eerste teken voor het type versleuteling, het tweede stond voor de geografische breedtegraad in hele graden, het derde voor de lengtegraad en het vierde van de eerste groep van 4 tekens die stond voor de luchtdrukverandering. De tweede groep van het 5e tot en met het 8e teken,
Daarvan staat het eerste voor de luchtdruk per 2 millibar. En daarna werden onder andere dingen beschreven als graden Celsius, windrichting, windsterkte, verschijnselen en weerverschijnselen en wolken, de horizontale zichtafstand en de richting en de soort van de golven. Bij het weerrapport werd geen tijdstip meegestuurd. Dat betekende dat een weerrapport na vaststellen daarvan binnen een uur zou moeten worden uitgezonden. En als dat niet mogelijk was, dan moest er kort voor het nieuwe uitzendtijdstip een nieuwe observatie worden gedaan. Er waren overigens twee ontvangstations voor deze wetterfunksproefs. In de meeste gevallen betrof dat Noordijs Radio of in bezet Nederland Radio Kootwijk. De berichten werden verder na ontsleuteling aangemerkt als geheim en als voorrangsbericht en werden zo aan de weerkamer van de meteorologische dienst doorgestuurd. Voor de geallieerden die het grootste deel van die tijd mee konden lezen, waren vooral deze WW-meldingen, de weerberichten van de U-boten, van onschatbare waarde. Door deze meldingen waren de geallieerden voortdurend op de hoogte van de posities van veel van de U-boten, zowel belangrijk om de konvooien daar uit de buurt te houden, als om de U-boten zelf te kunnen opjagen en onderscheppen. Tot zover het deel 11. Zoals gezegd ben ik na de uitzending op PI3XDV-L op Echolink en ook in de Ether aanwezig en daarnaast in het chatkanaal van de Daily Minutes via IRC of Hobbyscope Mattermost. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1115 met een uitzending voor vandaag 24 oktober 2017. Dus het bulletin van dinsdag. Vandaag deel 12 van de serie over communicatie onder water. We dwalen in de tweeluik van vandaag en morgen even af van de communicatie en we gaan wat verder in op de onderzeeërs van de tijd rond de Tweede Wereldoorlog en wat die voorstelde. Daarna komen we nog even terug bij Enigma. We hebben het zoals tot nu toe daarbij alleen over de Duitse onderzeeërs. Dat is ook in dit tweeluik zo. Dat is deels omdat de Duitse onderzeeërs een veel belangrijker factor waren in de oorlog dan die van de andere machten. Wat overigens voor een belangrijk deel het gevolg was van de lange aanvoerlijnen over de oceaan van bijvoorbeeld de VS naar Engeland. Daarnaast waren de Duitse onderzeeërs ook voor die dagen zeer geavanceerd. Ik wil me eigenlijk beperken tot de onderzeeërs uit de Tweede Wereldoorlog. Duitsland begon al met onderzeeërs te bouwen in 1850. De eerste Duitse onderzeeër was de Brandtauger, de brandduiker. Dat schip dat ging verloren tijdens een testduik ten behoeve van een keuring in februari 1851. Er ging iets mis met de apparatuur en de sub kwam vervolgens 20 meter diep op de bodem in de haven van Kiel te liggen. Ontwerper en maker van de sub, Wilhelm Bauer, die zelf aan boord was, liet vervolgens water naar binnen. Daardoor steeg de druk binnen in de sub zodanig dat het luik aan de bovenkant geopend kon worden, waarna de drie inzittenden naar het wateroppervlak konden zwemmen. Pas in 1887, dus 37 jaar later, werd het wrak bij toeval gedurende baggerwerkzaamheden in de haven ontdekt. Sindsdien is het schip gerestaureerd. Een tijd heeft het in het museum van de Oost-Duitse Volksarmee in Potsdam gestaan. Tegenwoordig bevindt het schip zich in het Militaire Historisch Museum in Dresden. In totaal gebruikten de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog 11 hoofdtypen onderzeeërs en daarnaast nog een stuk of 4 dwergonderzeeërs. Aan het eind van de oorlog waren er plannen voor onderzeeërs met raketaandrijving, ja serieus, die doordat de raketmotoren zelf hun zuurstof genereerden vanwege die aandrijving langer onder water konden blijven. Dit plan ging uiteindelijk niet door omdat de Duitsers de benodigde raketbrandstof, waterstofperoxide, nooit in de benodigde hoeveelheden zouden kunnen maken. De eerste drie typen, type 1, 2 en 5, waren al dan niet voltooide prototypen of kleine onderzeeërs voor trainingdoeleinden. Het vierde type was type 7, het zeg maar werkpaard van de Duitsers in die dagen. Hiervan zijn in de Tweede Wereldoorlog zo'n 700 ingezet. Het type 7 was ruim 67 meter lang met een actieradius van 15.700 kilometer bij 10 knopen aan het oppervlak en 150 kilometer bij 7,4 kilometer per uur onder water. De opeenvolgende typen daarna waren onderzeeërs voor een extra groot bereik, mijnenleggers, een type experimentele schepen en type 14, dat waren bevoorradingsschepen, bijgenaamd de melkkoe. Type 17 was een bijzonder type, een kleine onderzeeër voor gebruik nabij de kust, met voor onderwater gasturbinemotoren die op een mengsel van waterstofperoxide werkten, waardoor deze verbrandingsmotoren geen extra zuurstof nodig hadden. De meest geavanceerde klasse van onderzeeërs was het nauwelijks in actie gekomen type 21. Dat type aanduidingen werd overigens gewoonlijk met Romeinse cijfers geschreven, dus type 21 is type XXI. Type 21 was zijn tijd ver vooruit en stond na de oorlog bijvoorbeeld model voor de generaties onderzeeërs die de Amerikanen daarna produceerden.
Het schip was bijna 77 meter lang en had aan het oppervlak een waterverplaatsing van ruim 1600 ton. Onder water was dat ruim 1800 ton. De aandrijving gebeurde met 2 man, supercharged 6-cilinder dieselmotoren van elk 4000 pk. Daarnaast waren er 2 elektromotoren van elk 5000 pk. En ook beschikte het schip over 2 superstille elektromotoren van 226 pk elk. De type 21 had een actieradius van schrik niet 28.700 km bij snelheid van 10 knopen aan de oppervlakte. Onder water was dat bij 9,3 km per uur 630 km aan één stuk. Maximale diepte was 240 meter. Er gingen 5 officieren mee en 52 manschappen. Zowel de Russen, de Amerikanen als de verschillende andere geallieerden kregen na de capitulatie de beschikking over dit type Duitse onderzeeërs. De Amerikanen gebruikten een aantal jaren de door de Duitsers gemaakte U-2513 en de U-3008. In november 1946 bezocht Amerikaanse president Harry S. Truman de nu Amerikaanse U-2513 en de sub maakte daarbij een duik tot 130 meter diep met de Amerikaanse president aan boord. De U-2513 ging uiteindelijk in 1951 ten onder als oefendoel bij een oefening. De U-3008 werd in 1956 gesloopt. Frankrijk gebruikte de U-2518 tot 1967 en de sub deed daar actief dienst, onder andere tijdens de Suezcrisis in 1956. Rusland en Engeland gebruikten ook nog meerdere jaren type 21 onderzeeërs van de Duitsers. Morgen gaan we nog even verder over de type 21 sub. Vanavond is het trouwens weer de D-Star-ronde vanaf 9:30. Als je geen D-Star-spullen hebt, kun je meeluisteren via de site van Frans, PD4FMJ, fmj.nl. Zeg ik dat nog goed? Papa Delta 4, Voegstrot, Mike, Juliet.nl. En dan kun je bovenaan klikken op de D-Star-player, PD4FMJ.nl dus. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1115 met een uitzending voor vandaag 25 oktober 2017. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag in de uitzending deel 13 uit de serie over telecommunicatie onder water. Ik begin echter met een soort van dienstmededeling. Veel mensen op de repeaters met Echolink en op de korte golf die kennen Willem Winkel, WP3UX. Om er even mee te beginnen, met Willem en zijn XYL gaat het goed. Dat wil hij aan de amateurs hier graag laten weten. Het is nodig om dat op deze manier te doen, want Willem woont in San Juan, de hoofdstad van het eiland Puerto Rico, dat korte tijd nadat de bovenwindse eilanden in ons koninkrijk getroffen werden, ook getroffen werd door een tropische cycloon, de Hurricane Maria. De zaak ligt anders dan bij Sint Maarten. Het gaat niet om tienduizenden aantallen mensen, maar Puerto Rico heeft zo'n 3,5 miljoen inwoners. Nog steeds is een flink deel van de elektriciteitsvoorziening en het telefoonnet niet op orde. Internet gaat door Google met ballonnen van hun project Loon geregeld worden. Het bedrijf heeft daar een speciale proefvergunning voor gekregen. De woning van Willem is daarbij niet noemenswaardig beschadigd, maar wel was er veel schade aan het antennepark en er zijn veel omgewaaide bomen. Willem heeft zelf wel een aggregaat, maar moet zeer zuinig omspringen met de brandstof. Doordat er geen stroom is en geen internet, doen de pinautomaten op Puerto Rico het dus ook niet. En je moet naar de bank om cash geld te halen voor de boodschappen. In het geval van Willem moet hij voor brandstof dus uren onderweg. Het vliegverkeer zou inmiddels weer hervat zijn, maar de hulpverlening verder verloopt nogal stroef, doordat bijvoorbeeld schepen niet kunnen aanleggen of in een verkeerde haven liggen. En dan nu verder met deel 13 van de serie over telecommunicatie onder water. Dit is het tweede deel van een tweeluik over onderzeeërs, de U-boten, die Duitsland in de Tweede Wereldoorlog in gebruik had. We waren gebleven bij het geavanceerde type 21, XX1 in Romeinse cijfers, die laat in de oorlog nog in actie kwam, maar nog nauwelijks. Wel werden meerdere van deze type 21 na de oorlog door de geallieerden in gebruik genomen. In Amerika die baseerde zelfs haar eerste nucleair aangedreven onderzeeërs op dit model. Er zijn dus slechts 2 type 21 door de Duitsers tijdens de oorlog in gebruik genomen, de U-2511 en de U-3008. Ze redden alleen patrouilles en brachten geen schepen tot zinken. De 2511 stond op het punt om de Britse kruiser Norfolk aan te vallen, toen op 4 mei 1945 het bevel staakt het vuren kwam. De aanval werd toen omgezet in een oefenaanval waarbij de onderzeeboot onontdekt bleef.
Het meest opmerkelijke verhaal is denk ik dat van de U-2540. Het is in elk geval het verhaal wat het langste duurt. In 1957 werd de U-2540, die aan het eind van de oorlog ter ontmanteling was afgezonken, van de zeebodem gelicht. Het schip werd daarop als onderzoeksschip voor de Duitse Bundesmarine omgebouwd en werd onder de naam Willem Bauer, dat was de maker van die eerste onderzeeër in 1850, een aantal jaren ingezet voor onderzoek, waarbij ze zowel door militairen als burgeronderzoekers werd bemand. Dit schip bleef vervolgens in de vaart tot 1984 en het is tot op heden ten dage het enige schip van dit type dat behouden gebleven is. Het ligt tegenwoordig als museumschip in Bremerhaven. De type 21 werd ook wel aangeduid als Das Elektroboot, omdat het gebouwd was om zo lang mogelijk op elektrische aandrijving onder water te kunnen varen. De eerdere type konden niet snel varen op elektriciteit en alleen als ze stil lagen of tergend langzaam vooruit kwamen, konden ze hooguit 3 dagen onder water blijven. Bij de voor elektrische vaart normale snelheden was dat hooguit 1 dag. Type 21 was echter ongebruikelijk goed gestroomlijnd en had een veel grotere accucapaciteit. Ondanks dat ze veel groter was, kon ze dus langer onder water blijven en langere periodes. En vanwege de goede stroomlijn maakte ze ook veel minder geluid bij de vaart, wat door het schip minder goed door sonar waar te nemen was. Om de kans op stillegging van de bouw van de schepen tegen te gaan, werd de bouw van dit type tijdens de Tweede Wereldoorlog verspreid over 32 verschillende, ver uit elkaar liggende locaties, die het allemaal een onderdeel bouwden. Dit vertraagde de bouw echter zodanig dat er in Bremen een enorme scheepswerf werd gebouwd die tegen bombardementen bestand moest zijn. De Valentin scheepswerf, bijna 0,5 kilometer lang, heeft een dak dat deels 4,5 meter dik is en deels van 7 meter dik beton gemaakt is. Binnenin waren ruimtes groot genoeg om de 76 meter lange onderzeeër in te herbergen en die ruimtes die konden ook voor testdoeleinden een deel van die ruimtes vol met water worden gezet om te zien of de onderzeeërs dan goed bleven functioneren. En dat alles dus onder 4,5 meter of 7 meter beton. Op 27 maart 1945, in de laatste dagen van de oorlog dus, werd het enorme complex gebombardeerd door meerdere Engelse zogenaamde aardbevingsbommen. De grootste bom die de Engelse vliegtuigen konden transporteren, geladen met 5 ton explosieven. 2 bommen raakten daarbij doel. Dit soort bommen was gemaakt om zich door de eigen massa en snelheid diep in het beton in te graven en pas daarna te exploderen. Beide bommen kwamen tot ongeveer halverwege in het 4,5 meter diepe dak, waarna ze ook tot ontploffing kwamen. Dit zorgde ervoor dat er in de fabriek ongeveer 1000 ton puin naar beneden kwam. Genoeg om het hele complex voor lange tijd buiten gebruik te krijgen. Opmerkelijk genoeg overleefden de arbeiders in de fabriek de inslag, omdat de bommen niet in de fabriek zelf ontploften. De enorme fabriek waar jaren aan gebouwd was, zou hierna niet meer worden hersteld en werd vervolgens verlaten. 4 weken later arriveerden Britse troepen op de plek van de fabriek. Na de oorlog hield het bombarderen van het scheepswerfcomplex niet op. De locatie werd vanaf maart 1946 gebruikt door de Amerikanen en de Engelsen om penetratiebommen op te testen. Het bleek daarbij vervolgens onmogelijk om de werf op deze manier door bombardementen te slopen en daarop werd besloten de locatie op te blazen. Dat plan werd later ook weer ingetrokken vanwege de kans dat dorpen in de buurt daarbij ook zwaar beschadigd zouden kunnen raken, net als een nabijgelegen elektriciteitscentrale. Vanaf 1960 was de locatie vervolgens in gebruik als opslagbunker van de Duitse leger. Vanwege de hogere onderhoudskosten werd het bouwwerk in 2008 te koop aangeboden. In 2010 verlieten de militairen vervolgens de locatie en het gebouw wordt nu beheerd door een groep die het als museum willen inrichten. Op verzoek worden er sindsdien rondleidingen gegeven. Verder is de helft van het dak van het enorme complex bezet met zonnepanelen. Veel Duitse onderzeeërs werden na de oorlog door de geallieerden op zee ter vernietiging afgezonken. Onder andere in een operatie genaamd Deadlight door de Britten. Er zijn in recente jaren diverse plannen geweest om teruggevonden subs te lichten, onder andere voor museumdoeleinden. Aan het eind van de jaren 90 was er verder een plan van een bedrijf dat in Engeland vergunning vroeg om enkele honderden onderzeeërs te lichten om het metaal te gebruiken. Het metaal van de onderzeeërs is in bepaalde industrieën zeer waardevol, omdat het verwerkt is voor het tijdstip van de atoomproeven en het dus niet verontreinigd is met kleine partikels radioactief materiaal, zoals bij alle materiaal dat nu bewerkt wordt. Volgende keer gaat het hoogstwaarschijnlijk opnieuw over de Enigma. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1116 met een uitzending voor vandaag 26 oktober 2017. Dus de brutte van donderdag.
Ja, vandaag moet ik het een keer met een herhaling doen. Een onderwerp over magnetische loopantennes. Dat is niet een vervelend onderwerp. Ik heb me een beetje verslikt in het onderwerp over Enigma dat ik eigenlijk vandaag van plan was te gaan maken. Daar bleek heel wat meer tijd voor nodig te zijn dan dat er beschikbaar was. Magnetische loopantennes dus. Dit is een herhaling van begin mei 2016. Het gedicht dat op het laatst van de uitzending zit, dat bleek toevallig achter dit deel in de originele uitzending aan te zitten. Ik heb het er maar al vast laten zitten. De website waar het over gaat is die van Roland, PA3 Alpha Hotel India, te vinden op logatoom.blogspot.nl. Dus logatoom.blogspot.nl. De serie over antennes gaat het over een bijzonder soort antenne, de loopantenne. De loopantenne is een antenne waarbij de stralen de vorm heeft van een lus, meestal de vorm van een cirkel. In feite is de stralen van een quadantenne ook een loopantenne, zij het dat die vierkant is. De lus van de loopantenne wordt al dan niet via een balloon gebalanceerd gevoed. Er bestaan twee tamelijk verschillende soorten loopantennes. Je hebt de full-size loop, waarbij de lengte van de omtrek dicht in de buurt komt van een hele golflengte. Een standaard quadantenne is bijvoorbeeld zo'n full-size loop. Een gesloten dipool is in feite ook een full-size loop, die in tegenstelling tot bij een quad is samengevouwen, zodat het voedingspunt en het tegenoverliggende gedeelte dicht tegen elkaar aan liggen. Daarnaast is er de magnetische loop, die ook wel kleine loopantenne wordt genoemd. Magnetische loop heet die omdat de antenne zich magnetisch, dat wil zeggen als zelfinductie, gedraagt en er dus met een capaciteit moet worden afgestemd op de gewenste frequentie. Dit soort kleine loopantennes worden vaak gebruikt op plekken waar grotere antennes te veel zouden opvallen of waar er geen ruimte voor is. De bekende ferrietantenne uit een radio voor middengolf of korte golf is in feite ook een kleine magnetische loop. Hier bestaat de lus dus uit meerdere wikkelingen die bovendien heel klein zijn. Een veelgebruikte afmeting voor een magnetische loop is een omtrek van de cirkel van minder dan een tiende van de hele golf. Dat betekent tevens dat er een vrij constante stroomverdeling over de gehele antenne bestaat. Dat is dus heel anders dan bij een full-size antenne, waar de staande golf op de antenne de vorm van een sinus heeft met een maximum en een klein maar zeer prominent minimum in de stroomverdeling. Wanneer je de loopantenne groter maakt, dan treedt die staande golf op de antenne in steeds hogere mate op, totdat deze bij de volledige golflengte zich precies zo manifesteert als bij andere full-size antennetypen. Loopantennes hebben de eigenschap om met name op de magnetische golf van het signaal te werken en niet op de elektrische golf, zoals de meeste andere antennes wel doen. De meeste storing bestaat uit elektrische golven en veel minder uit magnetische golven, terwijl het gewenste signaal juist vooral uit magnetische golven bestaat. Deze eigenschap is dus de reden van de unieke eigenschap van een magnetische loop om uiterst ongevoelig te zijn voor stoorsignalen, met name ook stoorsignalen uit de omgeving. Een bijzondere loopantenne die ook een kleine afmeting heeft, dat is de haloantenne. Een haloantenne is echter geen magnetische kleine loopantenne, omdat er tegenover het voedingspunt in de lus een onderbreking zit. Hierdoor heeft de haloantenne dus ook totaal andere eigenschappen dan de kleine magnetische loop, waarover het hier dus vooral gaat. Al ziet hij dus op het eerste gezicht bijna hetzelfde uit. We gaan terug naar de grote full-size resonerende loop en de kleine magnetische loop waar het ook in het vorige deel over ging. Bij een grote resonerende loop maakt de vorm eigenlijk niet zo heel veel uit. Een cirkel is mogelijk en een andere vorm ook. De vierkante straler voor een quad gedraagt zich, zoals we zeiden, zonder elementen dus niet anders dan de ronde loop. En dat is zelfs voor een gevouwen dipool ook het geval. Bij de kleine loop, die ook magnetische loop genoemd wordt, die niet van zichzelf al resoneert, ligt dat beduidend anders. Bij zo'n antenne die voor veel grotere golflengtes dan de eigen afmeting wordt gemaakt, hangen stralingsweerstand en efficiëntie niet af van de vorm, maar wel van de afmeting van de oppervlakte die door de loop van de antenne wordt omsloten. Daarnaast is ook het aantal windingen van zo'n loop belangrijk. Ja, en de grootst mogelijke oppervlakte die je met een bepaalde lengte draad kunt omsluiten, verkrijg je als de loop een cirkel is. Het gaat er dus eigenlijk om dat de netto weerstand van de antenne kleiner wordt naarmate de draad korter is. Daardoor nemen ook de verliezen af als de draad dus korter is. De hoeveelheid ontvangen signaal wordt daarbij groter naarmate de oppervlakte die door de loop omsloten wordt groter is. Derhalve levert een loopantenne met een zo kort mogelijke geleider en een zo groot mogelijk oppervlak dat omsloten wordt het beste rendement. Dit keer over de grote resonerende loopantennes. In principe kan de grote loop, zoals we al stelden, als een open dipool worden beschouwd, of een open dipool als een resonerende grote loop. Om te resoneren, dat wil zeggen een ohmse impedantie te hebben op het voedingspunt, moet de loop in omtrek ongeveer gelijk zijn aan een golflengte. Zo'n element resoneert overigens net als veel andere antennes ook op de oneven harmonische van de frequentie waarvoor hij is gemaakt.
De richting waarin een resonerende grote loopantenne straalt verschilt 90 graden van die van de kleine magnetische loop. Straalt een grote loop, net als een open dipool, loodrecht op zijn eigen richting, een magnetische loop straalt juist maximaal in zijn eigen lengterichting. Een grote ronde loop of een kwad straalt wel minder energie omhoog dan een gesloten of een open dipool. Daardoor heeft hij ook een heel klein beetje meer versterking, maar meer dan 10% is dit niet. Het richteffect van een grote loop kan worden verbeterd door deze niet één golflengte groot te maken, maar bijvoorbeeld 3 of 5 golflengtes groot. Daarnaast kunnen om de versterking te vergroten extra richtelementen worden toegevoegd, zoals bij een quad of bij een lus- of loopjagi. De polarisatie van een grote loop is horizontaal als hij onderaan of bovenaan wordt gevoed en verticaal als het voedingspunt van opzij zit. Ja, tenslotte nog even tijd voor het volgende. De website van het Log Atoom schrijft onverdroten zonder schroom over liefhebbers van de zenderij. Van paalzitter tot knijpamateur, ieder type microfonist komt er voorbij. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1118 met een uitzending voor vandaag, 27 oktober 2017. Dus het bulletin van vrijdag. Ja, ik ben de laatste paar dagen een beetje aan het klungelen met de nummers van de uitzendingen, maar na een tweede correctie is dit dus echt nummer 1118, 1118. Ik ga vandaag een verhaal over micronaties doen, omdat ik toch wat te krap in de tijd zit om het verhaal over Enigma af te maken. Dat is zo ingewikkeld dat ik twijfel of ik misschien niet beter wat anders kan kiezen. Ik bedoel, er is deels veel over te vertellen, maar het gaat er vrij diep op in. En ik weet niet of ik dat wel moet doen. Maar goed, micronaties. Dat is een serie verhalen waar ik mee bezig ben over landjes die eigenlijk geen landjes zijn, in de zin dat ze internationaal erkend worden. Maar ze zijn in de meeste gevallen wel degelijk een onafhankelijk land met een eigen soevereiniteit. Dat soevereiniteit, dat moet ik even uitleggen. Als je een stuk grond hebt, dan kun je dat verkopen. De grond blijft echter wel tot de soevereiniteit van het land behoren waar het zich bevindt. Dat land het kan bijvoorbeeld de grond onteigenen als ze zeg maar voor het grote belang een vliegveld op die plek willen aanleggen of ze willen dat uitbreiden. Dat kan bij een micronatie niet. Als dat wel zou gebeuren is er sprake van een internationaal incident. En al is dat met een onbetekenend microlandje, dat is voor grotere landen altijd ongemakkelijk. Voor de zekerheid kun je dus maar beter aan andere landen in de buurt laten weten dat je actie alleen tegen dat microlandje gericht is. En dat het land niet in navolging van vooroorlogsgebruik zeg maar een vierde rijk aan het opbouwen is. Veel landen, met name Anglo-Saxische landen, laten micronaties dan ook met rust. Bekende voorbeelden van langbestaande micronaties zijn bijvoorbeeld Sealand nabij Engeland en Hutt River Province op het Australische continent. Sealand is zelfstandig, terwijl Hutt River, net als bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, zelfstandig zijn, maar wel de Engelse vorstin als staatshoofd erkennen. Een micronatie is iets anders dan een microstaat. Microstaten zijn bijvoorbeeld San Marino en het Vaticaan. Dat zijn beide internationale entiteiten die door de grote landen worden erkend en die ook bij de Verenigde Naties mogen meedoen. Wat heeft dit alles met onderzeebootcommunicatie te maken? Nou, dat komt nog. Het is misschien niet zoveel, maar het heeft er zeker mee van doen. Toen in 1833 koning Charles Albert van Sardinië het piepkleine eilandje Tavolara, dat aan de noordwesthoek van, nee, de noordoosthoek van Sardinië ligt, met een staatsbezoek vereerde, toen erkende hij daardoor, dat wil zeggen door het als een staatsbezoek aan te merken, Giuseppe Bertolioni als soeverein monarch, dat wil zeggen koning van het eilandje. Ik zeg het wat ingewikkeld, maar door bij Giuseppe Bertolioni als koning op bezoek te gaan en het een staatsbezoek te noemen, werd Bertolioni daardoor ook koning, zei het van dat ene kleine eilandje. Ja, Tavolara werd daarmee erkend als het kleinste koninkrijk dat ooit heeft bestaan. Het eiland is 5 kilometer lang en 1 kilometer breed, met een hoogste punt op 565 meter boven zeeniveau. Nadat de Tavolaraanse koning Giuseppe stierf, erfde zijn zoon de titel en zo werd koning Paolo de eerste de koning van het eilandje. Nadat Paolo in 1886 overleed, werd het eiland een republiek. In 1895 werd de monarchie echter weer in ere hersteld. Alle vorsten van het eiland daarna waren ook afkomstig uit de Bertolioni-familie. De huidige koning Carlo II van Tavolara is tevens Italiaans staatsburger en hij runt Tonino, het enige restaurant op het eiland dat alleen tijdens de zomerperiode open is.
De politieke en internationale belangen van Tavolara worden behartigd door prins Ernesto Geremia di Tavolara uit La Spezia. Het eiland is volgens het huidige Italië officieel onderdeel van dat land, maar is nooit officieel door Italië geannexeerd. Daarnaast zijn er documenten uit 1767 waaruit blijkt dat het microstaatje ook nooit onderdeel is geweest, of de micronatie moet ik zeggen, nooit onderdeel is geweest van... Of was nou een microstaatje? Nou, in elk geval nooit onderdeel is geweest van het Koninkrijk Sardinië, waardoor het ook nu nog steeds onafhankelijk zou zijn. Het Verenigd Koninkrijk heeft als enige land de erkenning voor Tavolara als onafhankelijk land nooit ingetrokken. Niettemin maakt het eiland de facto wel deel uit van de Republiek Italië. Zo kon het eiland in 1962 voor de helft tot militair gebied worden verklaard, waarna het grootste deel van de bevolking, inclusief alle schaapskuddes waar het eiland onbekend was, naar Sardinië moesten verhuizen. Een oude Sardijnse legende luidde ooit dat de schapen van Tavolara geboren zouden worden met gouden tanden. Maar daar is nooit door iemand iets van aangetroffen, ook door de militairen niet. In het alleen voor militairen toegankelijke noordoostelijke deel van het eiland is een NAVO-basis gevestigd met een radiogoniometriestation ten behoeve van plaatsbepaling van bepaalde zenders. Verder bevindt zich op het eiland het zendstation India Charlie Victor, waarmee op ultralange golffrequenties 20,27 kHz en 20,67 kHz boodschappen naar onderzeeërs onder water worden gestuurd. De antenne hiervan is net als de antennes van het radiogoniometriestation al vanaf grote afstand over zee zichtbaar. De signalen van ICV kunnen met behulp van FFT-software en een ferrietantenne eenvoudig via de geluidskaart van een pc hoorbaar worden gemaakt. De uitzendingen kunnen overigens niet worden gedecodeerd. Op Tavolara wonen tegenwoordig nog slechts enkele families. Het eiland en de omliggende wateren zijn sinds 1997 onderdeel van een beschermd natuurgebied, waardoor toerisme beperkt is. De kalkstenen kliffen van het eiland zijn populair bij duikers en op het eiland vindt jaarlijks een filmfestival plaats. Ik heb trouwens nog een dienstmededeling. Ik heb besloten om met ingang van het komend weekend geheel met de SSTV en data-uitzendingen te stoppen. De voornaamste reden is, net als bij de SSTV-beelden de rest van de week, dat het vrij veel tijd kost. Dat is de laatste tijd nog wat gecompliceerder geworden, wat te maken heeft met hoe ik mijn computer voor de uitzendingen gebruik. Het heeft tevens dat gevolg dat ik me wat meer kan concentreren op de teksten die ik natuurlijk wel gewoon blijf uitzenden. Ik ben in april of in mei van 2015 begonnen met het uitzenden van data in de Daily Minutes. Dat was omdat de Mighty KBC, de Voice of America en WRMI daar ook mee experimenteerden. Het was volgens mij eigenlijk bedoeld als experiment, maar het sloeg zodanig aan dat ik het vervolgens ben blijven doen. Daarop ben ik in het najaar van 2015 als onderdeel van die data-uitzendingen ook af en toe korte SSTV-plaatjes gaan uitzenden in zwart-wit van 8 en 12 seconden lang. Begin 2016 kwam vervolgens de ontdekking dat je de wat grotere kleurenplaatjes ook op je smartphone kon opvangen. En dat had tot gevolg dat het ontvangen van de plaatjes helemaal populair werd. En dat ook dat het met name bij beginnende amateurs heel goed viel. Je kunt als je met SSTV wat wilt experimenteren een van de uitzendingen uit die periode nemen. Die staat gewoon op de website. Van voorjaar tot 2016 tot aan afgelopen zomer zat in vrijwel iedere Daily Minutes uitzending een SSTV plaatje. Daarnaast is SSTV een heel populaire mode ook op de banden, waarvan je veel signalen op de korte golf en ook op 2 meter tegen kunt komen. 14230 is bijvoorbeeld een populaire frequentie. Als je zelf wat met SSTV wilt doen, dan kan dat in zijn eenvoudigste vorm al met een portofoon, door simpelweg de smartphone voor de microfoon en de speaker te houden van de portofoon. Op 2 meter is de SSTV-frequentie bijvoorbeeld 144,500 MHz en op 70 centimeter is dat 433,400. Voor zover ik weet is het op bijvoorbeeld 27 MC ook gewoon toegestaan en voor demonstratiedoeleinden werkt het natuurlijk ook via een telefoon. Of ook gewoon via het audio van de ene smartphone naar de andere smartphone in dezelfde ruimte. Vanavond is weer de lange uitzending op PI3 UTR vanaf 22 uur 30, ik moest even denken, 22 uur 30 dus. De lange uitzending van de Daily Minutes op PI3 UTR. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour. Amateur Radio Newsline Report number 2087 with a release date of Friday, October 27th, 2017 to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Hams in Ireland tackle a historic hurricane. Yes, hurricane. Jamboree on the air is in the logbooks now.
and the DX world loses a mainstay who becomes a silent key. All this and more as Amateur Radio Newsline Report 2087 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's independent on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Valparaiso, Indiana, here's Paul Brown, WD9-GCO. We begin this week's newscast with yet another hurricane report. This historic weather didn't hit the Caribbean, but landed instead in Ireland, where ham response was informal but effective. We hear these details from Ed Durant, DD5LP. The names Ophelia and Brian won't be forgotten for quite some time in Ireland. The two storms swept over the nation in mid-October, with Brian coming on the heels of its deadlier counterpart. Ophelia's arrival generated Ireland's first severe weather alert in history, and according to the Irish Independent newspaper, even created the biggest wave recorded off the Irish coast during a weather event. It also left three dead. Although the Amateur Radio Emergency Network was not formally called up for the storm, members nonetheless took to internet chat and whatever repeaters they could find, or made use of simplex calling channels to check on the well-being of people in their communities and beyond. John Ronan, EI7IG, told Newsline the hams had earlier tracked the storm and advised RN members to prep for water shortages, outages, and to get their go kits ready just in case. He told Newsline in an email that once the storm subsided, the hams were able to power up their generators and make use of batteries on hand to conduct health and welfare checks. He said some Windlink messages were also exchanged with RayNet members in the UK. John said extended power outages plagued the south and southeast of Ireland. According to Reuters News Service, Ophelia stranded more than 300,000 businesses and homes in Ireland without power. The nation's power regulator called it an unprecedented situation. A few days later, when the storm called Brian rolled in, hams and others braced for the worst. It was a tough storm, but it was nothing like Ophelia. For Amateur Radio Newsline, I'm Ed Durant, DD5LP. One of the horrors of Halloween is the mischief that can do real damage in the form of pumpkins tossed on busy highways. That's when vigilant hams can help, like this group in Indiana, which Jack Parker, W8ISH, shares with us from the Amateur News Weekly podcast. In Johnson County, members of the Mid-State Amateur Radio Club are making plans for their annual pumpkin patrol. For over 25 years, the club has provided lookouts on all of the Interstate 65 overpasses running through Johnson County. The hams augment the Sheriff's Road Patrol on Beggar's Night by securing the overpasses from any tricks the treaters might have in mind. To date, there have not been any reports of debris being thrown on I-65 in Johnson County. Coordinator Dave Daly, KB9LOT, hopes this year will be another non-smashing success. Reporting for Amateur News Weekly, this is Jack Parker, W8ISH. With this year's Jamboree on the air in the logbooks now, stations have other work to do, as we hear from Bill Stearns, NE4RD. This week in Radio Scouting, we need to turn in our station reports for Jamboree on the air. This year, we had a total of over 12,600 registered stations around the world for JOTA, and this included 1,000 in the U.S., topping last year's number of 500. Now is the time to file your report. This simple two-page online web form includes your station information, a bit about the numbers at your event, a couple of comment boxes for feedback on the event, and a place to submit pictures and videos. Don't worry if your numbers aren't 100%, as I know I had to piece together mine from logs, team members, and some scribbled notes. Just like a Cub Scout, do your best. Now that you have submitted your station report, it's a great time to meet your volunteers and debrief the team. How did things go? Did you have the right gear? What was the most valuable piece of gear at the operation? Were there any issues with flow through the station? Did the weather present any issues? And the ever-important question, did we spend enough time planning? As you answer these questions with your team, take the time to visit our website and check out our planning guides for amateur radio operators, scout leaders, and our countdown planner. We'd like to hear your feedback on what we can do better to help you plan and execute your radio scouting events in the future. For JOTA station reports and information on radio scouting, please visit our website at www.k2bsa.net.
For Amateur Radio Newsline and the K2BSA Amateur Radio Association, this is Bill Stearns, NE4RD. The launch of a new satellite is almost here. Jerry Goodrich, KF5KRN, tells us about the plans to send the Fox 1 satellite into orbit in California. They're counting down the weeks at AMSAT until the next Fox 1 satellite goes up. It's called RAD-FXSAT, and its date with Earth's orbit is the 10th of November. When it takes off from Vandenberg Air Force Base in California, the satellite will be carrying a 435 and 145 megahertz FM transponder, one of four CubeSats riding as secondary payloads on board the Joint Polar Satellite System. The satellite features a Fox 1-style FM UHF VHF repeater with an uplink on 435.250 MHz and a CTCSS of 67 Hz. The downlink is on 145.960. The DUV subaudible telemetry stream will be used for downlinking satellite telemetry as well as telemetry from the study on radiation effects on commercial components. Fox Telem software can be used for decoding. For Amateur Radio Newsline, I'm Jerry Goodrich, KF5KRN. And there's more satellite news, this time from the UK. And it's all about the honors being given to one key amateur radio operator involved in the program. Here's Jeremy Boot, G4NJH. The AMSAT UK International Space Colloquium had a full agenda when it took place earlier this month in Milton Keynes in the UK. There was one item on its otherwise well-planned agenda, however, that took one amateur by surprise. Frank Bauer, KA3HDO, International Chairman of Amateur Radio on the International Space Station, ARIS, was presented with the Ron Broadbent G3AAJ Trophy, which honours amateurs for their contribution to satellite communications. ARIS itself had received the Ron Broadbent Trophy last year, noting the work of its UK team during astronaut Tim Peake, KG5BVI's Principia mission. The trophy is named after its donor, who became a silent key in 2005 at the age of 80. Earlier this year, Frank Bauer was chosen to receive the 2017 Amateur of the Year Award at the Dayton Hamvention. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Bucci, 4NJH. DXers and readers of two publications about DXing are marking the loss of a silent key who, as publisher, provided guidance to many. Heather MB, KB3TZD, has that story. The publisher of DX Magazine and QRZDX has become a silent key. Carl Smith, N4AA, who was a noted DXer as well, had been a licensed amateur since his earliest days, beginning in 1954 in Kansas City with the call sign WN0YFT. An Air Force veteran, Carl became W4NQA when he first moved to North Carolina. In 1997, Carl and his wife Miriam, KB4C, took their love of DXing one step further by purchasing DX Publishing, the parent company of both publications. Having made it to the top of the DXCC honor roll, Carl was inducted into the CQ DX Hall of Fame in 2012. After Miriam Smith became a silent key, he established the KB4C Miriam Smith Award to honor Western North Carolina hams who demonstrate a commitment to public service and emergency communications. Carl helped found the Western Carolina Amateur Radio Society and established the annual Asheville Ham Fest. He had also owned and managed an amateur radio store in Asheville and was a founder of the Southeastern DX and Contesting Organization's W4DXCC Convention, which uses Miriam's call sign on the air for special occasions. Carl Smith was 77 when he died on October 20th. For Amateur Radio Newsline, I'm Heather Emby, KB3TZD. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the W0EF repeater in St. Louis Park, Minnesota, Saturdays at 9:30 a.m. The FCC has just stopped enforcing some of its rules. Can you guess why? Skeeter Nash, N5ASH, fills us in. When you think of an older, outmoded form of communication that may well have been rendered useless by telephone and, of course, email, texting, and the web, what comes to mind? If you answered the telegraph,
consider yourself in the same mindset on the issue as FCC Chairman Ajit Pai and the rest of the commissioners in Washington. The last Western Union telegram was sent in 2006 in the U.S., and barely 4 years ago, in 2013, the commission stopped enforcing rules relative to the telegraph. Now those regulations are scrapped altogether. This is the commission's way of removing what it considers unnecessary rules and giving the agency greater efficiency. Or, in the words of the chairman himself, it was, quote, just a matter of good housekeeping, end quote. For Amateur Radio Newsline, I'm Skeeter Nash, N5ASH. In Australia, one amateur got a bit of a surprise when he caught up with a live ham TV transmission from the International Space Station. John Williams, VK4JJW, tells us more. Now, here's a QSO to remember. Picture Tony Hutchison, VK5ZAI, an Australian ground station for the Ham TV amateur television project, in communication with Italian astronaut Paolo Nespoli, IZ0JPA. The contact was made in mid-October in the first live Ham TV transmission to be received in Australia from the International Space Station. It's not so hard to picture, actually. Even though Tony himself didn't expect any images to come through, he told the Wireless Institute of Australia that the video transmission was a total surprise as the ISS made its low elevation pass over Australia. He thought at most he'd get a black screen, but there was Paolo rehearsing for an interview he was to have later with the Italian Red Cross. Tony immediately grabbed some still imagery from the screen and also made a video recording. The recordings have since been sent to other Ham TV-equipped ground stations in Australia as well as Europe. That's sure one fancy QSL card. For Amateur Radio Newsline, I'm John Williams, VK4JJW. In the world of DX, be listening for Elan, F5OZC, and Sebastien, F8DQZ, operating as 3XY3D from Casa Island, Los Islands, between the 2nd of November and the 1st of December. Hear them on 80 through 10 meters, using mainly CW, QSL via F5OZC. In Micronesia, SHU JA1FMN will be active as V63PSK from Wino Island, also known as Moen Island, from the 14th through the 18th of November. SHU will be working holiday style on 20 through 10 meters using JT65, JT9, FT8, and PSK83. Listen mainly between 1700 and 0200 Zulu. QSL via JA1FMN, by the Bureau, Direct, EQSL, or Club Logs, OQRS. You can hear Sadie, JE1JKL, in East Malaysia, active as 9M6NA from Labuan Island during the CQ Worldwide DXCW contest, November 25th and 26th. QSL via his home call sign or logbook of the world. John, W2GC, will be in Aruba as P40W between November 20th and 28th. John will be active in the CQ Worldwide DX Single Sideband Contest on October 28th and 29th, as well as the CQ Worldwide DX CW Contest, November 25th and 26th. Outside of the contest, be listening for John on CW on 160 and 80 meters, and 30, 17, and 12 meters, with 160 meters on the hour and 80 meters on the half hour. QSL via Logbook of the World or direct to his QSL manager, N2MM. John does not accept bureau cards. A reminder, it's just a little more than 250 days to the World Radio Sport Team Championship, and the organizers would still welcome donations. If you feel you can help, please go to www.wrtc2018.de for details of the event and how you can donate. And finally, here's one more storm story as hurricane season starts to wind down. This story, however, isn't about rescue by amateur radio. Rather, it's about a commercial radio station that stayed alive as a Flora hurricane raged. As we hear from Don Wilbanks, AE5DW. As the Atlantic hurricane season enters its final weeks, we celebrate a special victory. The power of nature versus the power of 100 watts. Hurricane Irma may have slammed Florida on September 10th, but it was no match for the largest commercial shortwave radio transmission facility in the United States. Radio Miami International, WRMI, survived, even though its 100,000-watt operation
and its impressive array of 68 towers and 23 antenna systems got knocked off the air. That's not the end of the story, though. Ham radio operators who work barefoot will appreciate what happened next. According to a report in Radio World, General Manager Jeff White said the station wasn't silent for long. Operating around the clock from inside a reinforced concrete building, WRMI was able to stay on the air with the use of a 25-kilowatt diesel generator, a 100-watt transmitter, and a dipole. Yes, one heroic dipole. Equally impressive was the much lower power station's continued capacity for international reception, with reports from as far away as parts of California and Canada. Well, things are back to normal now, and we wish our 100,000-watt friends at WRMI good fortune and, of course, good DX. For Amateur Radio Newsline, I'm Don Wilbanks, AE5DW. With thanks to Allen Labs, Amateur News Weekly, AMSAT UK, the ARRL, CQ Magazine, Hap Holly and the Rain Report, the Irish Independent, John Ronan, EI7IG, K2BSA, the Ohio Penn DX Bulletin, Radio World, Reuters, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSL Radio Show, WTWW Shortwave, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website, located at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Paul Brown, WD9GCO, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2017. All rights reserved. Right now you will hear the ARRL podcast, The Doctor Is In, with Joel Hallis, W1ZR, and Steve 4WB8IMY, with another interesting topic. Welcome to The Doctor Is In. I'm Steve Ford, WB8IMY. And I'm Joel Hallis, W1ZR. Joel, I have a friend, been a ham for as long as I have. And he keeps referring to low power operating as corpy. And of course, what he means is QRP, low power operating. Of course, now there are many definitions of what that means, but there are a lot of hams that enjoy doing that, and I certainly do. So let's talk corpy, Joel. Okay, well, I've never heard anybody try to pronounce that before. You know, acronyms are abbreviations that are designed so they can be pronounced. They usually have vowels in them and stuff for that reason. QRP does not have any vowels in it, so I guess you're on your own when you decide how to pronounce it. Use your imagination. Yes, I guess. Well, that seems to work. So you have imaginary. I guess there are silent letters. They could also be invisible letters. Right. Yeah. But what is QRP? What is the official, the Joel Hallis definition? Well, I won't take credit for the definition. The QRP is a well-defined Q signal, and as with all of our Q signals, they have two meanings. If it's QRP question mark, it means, shall I decrease power? But if it's QRP without the question mark, it means I have decreased power. So I guess in most cases when we talk about QRP, we're talking about the latter, somebody who says, you know, I'm running low power here. What that usually means is 5 watts or less output. That's the generally standardized It seems term. To be, yes. Yes. And there's also QRPP, which is much lower than that. Is that 100 milliwatts or something? Now, so you're going to get me in trouble. I want to say it's less than a watt, but probably somebody will correct me. Yeah, anyway, so QRP means 5 watts or less, but some people have abbreviations that define even lower power levels. And it's interesting that to note that people have talked all over the world with 100 milliwatts or less. Yes. You know, single transistor oscillator into a good high Yagi will do wonders. It'll do better than 100 watts into a very low something or other. So it can work very well. And why would people want to do this to themselves? Well, it's an operating challenge that some people really enjoy. And it's clearly, it takes more skill, all things being equal, to make contacts at 5 watts than 50, 500, or 1,500, or even 5,000. It's 5,000? Well, we know what our rules are. Some people have their own rules. And actually, I think there are some countries that don't have particular power output rules. That's true, yes. It's not a universal standard. But, you know, to try to get through to somebody with low power requires operating skill. I mean, it's one thing to come in and flatten the band with your monster signal and giant tower and Yagi system, which is, you know, the challenge there is making it
building it and making it stay up. Yes. But once you're there, you can get through pretty well. With a 5-watt transmitter, you've got to really work at it. And it's into operating technique and so forth. It also, a lot of people like to operate from the field. Some people can't operate from home because of antenna restrictions or other considerations, and they like to take a small radio out and put it on a picnic table in a park and throw a wire over a tree and make some contacts. And of course, they aren't necessarily trying to break pileups or work anybody in particular, or maybe they have a regular schedule with somebody, but it's a different kind of operating environment. And you know, you could take your 100 watt radio there and a car battery and wheel it all in on some kind of arrangement golf cart or something, but it sort of takes the fun out of having a picnic on the picnic lunch in the park if you have to lug along your whole station, or if you weren't taking it on an airplane, you know, that can be a problem too. So a lot of people who like to operate portable enjoy low power because the equipment doesn't weigh them down. They can just throw it in a corner of their backpack and they won't notice it as much as a can of beans or something in there. Another aspect of this is that people who like to build equipment, you know, it's very hard these days, not impossible, but hard to sit down and build a 100-watt multi-band sideband CW transceiver with all the bells and whistles. But it's not necessarily hard to build a small, especially CW transceiver or transmitter and receiver that are portable. The transmitter might have two stages in it and nothing fancy, a crystal control and an oscillator and an amplifier, and the receiver might be a direct conversion receiver with a couple of stages and enough to drive headphones, and you plug in your key and your phones and a wire for the antenna and you're on the air. And it's something you can build, enjoy the pleasure of actually putting together a radio and using it on the air. So all of those things contribute, I think, to the interest in QRP. And many people who send CQ with low power append QRP after their call. And the reason for that is that they won't be as strong as somebody with 100 watts. And if you hear a weak signal, you might think, well, you probably won't hear me very well either, so I'm not going to return the call. But if you know it's a QRP station, and if it's steady and you can hear it okay, and you're running higher power, he'll hear you just fine. So it's a contact that you can make. And if you want to try this, you don't have to have a little bitty rig in your pocket. Most modern rigs can be operated at low power, and you can try this just to find out. It's interesting to find out. I've done this a few times with my radio. It's also very handy if you're running on emergency power, because you have a power failure and you don't want to pull down the household load or run your emergency battery down. Just reduce your power down to 5 or 10 watts, and you'll, I think, be quite surprised, as I have been, at how well, even on sideband, not just CW, but on sideband, how well you can make contacts from your regular station at low power. You know, during a recent RTTY RTTY contest, just for the heck of it, I did exactly that. I reduced my power to 5 watts, and I was amazed at the number of contacts that I ended up making. Yeah, some people don't even know it that you're doing that. I remember an incident when I was in the Army in Germany. I was operating from the IG Farben building in Frankfurt. They had a lovely Collins S-Line station in the lobby with the higher-powered kilowatt amplifier, and it was a 7-story building, and on top of that was a 30-foot tower with a tri-band beam, and that was a lot better than anything I could do in my apartment. So I'd go over there, and I could operate from that, and I was in the middle of a conversation with somebody in the States on sideband, 20-meter sideband. And all of a sudden, I looked over, and the kilowatt amplifier had dropped off for whatever reason. And, of course, it switched to it, just ran the 100-watt transmitter straight through. And I went back quickly and said, oh, I hope you can still hear me, because I just noticed my amplifier went on. He didn't notice that I'd gone from 1,000 watts to 100 watts. So it's not, you know, the other thing, you know, from 100 watts to 5 watts is a reduction of 13 decibels. Mm-hmm. That's just a slight bit more than 2 S units. So if the person was reading you at S9, they're now reading you at S7. Well, if there's, you know, the noise level is not too high, that's a perfectly fine signal. Yeah. And if you were 20 over 9, now you're 7 over 9. And it's, nobody's going to notice the difference. So, not at all. So it's quite an interesting thing to find out how much power you can reduce and still have your contacts continue. And I also should note that there's a regulatory aspect to this. The FCC requires you to reduce your power to the lowest level that will support your communication. If you're operating at 100 watts and get a signal report of 20 dB over S9, unless there is strong interference or a lot of noise, you could drop your power to 5 watts and maintain your contact without any difficulty. And that's what the rules require you to do. As I say, I don't know that that's commonly done. Yeah, I doubt that many hams do that, unfortunately, but yes, you're right. Yeah. So it's like driving on the road and saying, well,
I can make my meeting if I slow down to the speed limit, and actually slow down to the speed limit around here. They don't seem to do that, I noticed. No, not at all. Same sort of thing. Joel, I have a technical question for you about QRP. Okay. And that is, what about the difference between digital, CW, sideband QRP? I mean, doesn't the transmitted bandwidth have an effect on the overall effectiveness of your signal? Oh, absolutely. That's a good point. You know, it all is the same amount. It's still 2S units lower and so forth. But as we've discussed in the past, CW with a bandwidth of, you know, depending on how you set your receiver, but perhaps 200 hertz has, and your sideband signal has a bandwidth in the receiver of probably 2,500 hertz. Why didn't I pick a different number here? Because that's, let's see, 200. See, I can see those wheels spinning in there. Yeah. But that's a more than a factor of 10, more than 10 decibels of improved signal noise ratio with CW, all things being equal. So at 5 watts on CW, it's like, if it were just that difference, it would be like 50 watts on sideband in terms of signal noise ratio. So you have that advantage. But still, if the single sideband signal is readable at 100 watts, chances are it'll be readable at 10 watts or 5 watts as well, depending on what the noise level is. So the advantage that CW in digital modes have over sideband exists at any power level. And depending on the noise conditions, you may be able to get through better on CW and digital modes than you can on sideband. And that's why most QRP operators use CW or digital, mostly CW, I believe. I think that's true, but it's also true that the small equipment is easier to make if it's CW. Yes. Than to make a single sideband transmitter that fits in a Altoids box or something. You know, I guess it could be done. But it could be done, yes. It might take a much bigger Altoids box. We had an article in QST just a couple of years ago about a Japanese amateur who lived in an apartment building. And he had a temporary HF antenna, and he ran only 500 milliwatts. We called him the milliwatt man. And he made contacts all over the world, but he was careful to give credit to the people on the other end of the path that were really doing what I guess you would call the heavy lifting. Indeed. That's a good point, because it's both ends of the path are important. And if the person who's receiving you has a high-gain antenna, that gain makes up for less gain on your transmitter, all things being equal. So that's an important consideration. And the type of gain of your antenna, the sure. efficiency of your antenna, all of that adds up. That's right. Very good. Well, I've got a question for you okay. about antennas, long we're talking about antennas. This one comes from David, K5RAV, and he asks, I've been through a list of possible antennas, and it appears that I have to settle for a fan dipole on 7 and 10. Now, I have to ask, will those two frequency bands work in a fan dipole configuration? I would like to feed the dipole with a one-to-one ballon. Am I stepping into a problem, yes? Well, that's a good question. And fan dipoles can work and can be made to work, but the problem I've found with them is the closer together, first of all, they work, you know, talk about the different frequencies. There are some frequencies that are so close together that they won't really work as fan dipoles. Like, try to make one for 75 and 80 meters. They won't act like two separate dipoles. Mm-hmm. It'll act like one sort of strangely shaped dipole. And 40 and 30 meters, that's fairly close. That's fairly close. Not so close as the 75 and 80, however. And I think that will work okay. Another one that doesn't work, if you try to do fan dipoles for 40 and 15, because the parallel connected dipoles assume the impedance on the non-operating band is going to be very high and very little energy is going to go into the other antenna. Now on 40 and 15, if you operate on 15, if you operate on 40, that's okay. But if you operate on 15, the impedance on 15 of the 40-meter dipole is relatively close to that of the 15-meter dipole. So the energy will drive both antennas to a certain extent. More will go into the 15-meter because the 40-meter dipole on 15 is a higher impedance, but it's not a lot higher. So the power will divide. Now that's not necessarily terrible. You'll have kind of a pattern that won't look like that of a dipole. Yes. 7 and 10 megahertz do not, which is 40 and 30 meters, don't have that kind of a relationship. So I think that problem should not be an issue. The problem that's always an issue in my experience is when the dipoles are coupled physically close together. So you sometimes see people even make them out of twin lead or something.
I tried that once. Yeah. Once. Oh, God. You can lose all your hair pulling your hair out on that one. The problem is, they're so tightly coupled that they interact, and when you go to trim one to length, it changes the frequency response of the other one. And, you know, if you do end up in a place where they're both tuned, it'll work fine. But it's very hard to get there, and just especially for people to try to do more than two bands. I mean, it's really crazy. Now, the solution to that is to separate them as much as you can to reduce the coupling. And the optimum position for that is to have them perpendicular, so there's virtually no coupling between them. And if you do that, they're almost independent, so you can adjust one, and it won't have that much effect on the other one. A nice way to do that, in my experience, that's very handy, especially if you're operating portable, is to use a single push-up mast and have the two dipoles on the top connected together, but perpendicular, and they can also act as the guy wires, the top guy wires for the pole. So it's a very easy thing to set up for a portable operation. You just push the pole up, you have the things pre-cut to the right length, stick the stakes in the ground. And depending on how high the pole is, you probably want to have another set of guys in the middle. But that works very nicely, very little coupling. You know, it'll be work very well on both bands. So it's definitely possible to do that. Another possibility is to look at my coupled resonator dipoles that I described in QST, a number of articles about them. Oh, I've built several of those. Yeah, there was one in October 2011, the folded skeleton sleeve on other ham bands, which describes almost every combination of bands that you could imagine. I don't know that I have one for 160 and 2 meters, but almost every combination has been described as it's something that I've designed. And if there's something there that's not there, just send me a note and I'll design that and add that to the list. Or I may have already done it and not, you know, it happened after that article or some that I did in response to requests. They can be made out of a single piece of window line. They work very well. Now, I've gotten some reports that they change their tuning when the window line gets wet. I use one on 30 and 17, and I haven't had a problem with that, but that doesn't mean it might not happen. So be aware of that. It doesn't usually push it very far. No, I don't recall having that issue, but maybe I was just lucky. Yeah, I don't know. But I've heard it from a number of sources. So, and I had that problem with the 3-band one that was in the June issue for Field. I think that wasn't window line, but the PVC insulators, I think, got water on them, and that changed the response somehow. It didn't move them very far, but it moved them a couple hundred kilohertz. It's still within range of a 3-to-1 tuner, and when it dried out, they were fine. So just be aware of that. And I suppose the corollary of that is don't adjust it on a wet day. Yes, or a snowy day, or an icy day. Yeah, all those things. Because then when it's a nice day, it won't work right. That's right. Now, if you were trimming a fan dipole, I'm assuming that you would recommend an antenna analyzer to do that with. Yeah, that's the way I would do it. There are even some antenna analyzers that can actually give you the response on multiple bands at the same time. Not all of them do that, but that can be helpful for a multi-band antenna that you're trying to tune. You're trying to say, what happens to this band while I'm adjusting that band? And it it can be a real surprise when you go back to it later if you don't keep track of it. Because you think you finally got this band working, and then you go back, and then the first band doesn't work anymore. What about the ham that doesn't have an antenna analyzer? Are there any tricks that you could recommend? Well, you can always use the SWR indicator in your transceiver. The problem with that is it's tough if the antenna resonance is not in the band because you can't run your transceiver on another band. Sometimes you can see the trend that it tends to have as you tune across the band, but particularly on a fairly narrow band like 30 meters, the SWR may not change that much across the band. You can't tell whether it's too long or too short. So that can be a problem. Okay, thank you very much. My pleasure. The Doctor Is In is copyright ARRL 2017. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 43 des Deutschen Amateurradioclubs für die 43. Kalenderwoche 2017. Erstsendetermin 26. Oktober. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Der DARC-Vorstand beriet über aktuelle Themen. Die neue Gebührenverordnung für den Bereich EMVG und Funkanlagengesetz ist in Kraft. Konfigurationsanleitung für Mikrotik-Router als Nutzerzugang zum Hemnet. Der Satellit RAD-FX-SAT soll im November starten. Dann gibt's eine TV-Dokumentationsreihe mit DG1KIM über Fortschritte in der Raumfahrt. Dann noch einmal die Einladung zur DARC-Mitgliederversammlung am 11. und 12. November in Baunatal. Dann haben wir aktuelle Conteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Der DARC-Vorstand beriet über aktuelle Themen.
Vom 21. bis 23. Oktober hatte sich der DARC-Vorstand zu seiner regelmäßigen Sitzung in Baunatal getroffen. Als Gäste waren Peter Mestaler, DG4NBI, das ist der Sprecher des Haushaltsausschusses, Werner Pokrop, Delta Golf 3 Eco Tango, das ist der Kandidat für die Vorstandswahl, und die beiden Amateurratssprecher Heinz Mölleken, DL3AH, und Peter Kern, DL1EIP, sowie der Geschäftsführer Jens Hergert anwesend. Neben allgemeinen Themen wie die Vorbereitung der Mitgliederversammlung wurden schwerpunktmäßig die kommenden Änderungen in der EU-Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, besprochen und eine Expertenanhörung dazu vorgenommen. Weitere Themen waren Alternativen zum Zahlungsverkehr mit der Postbank sowie die Zielplanung des DARC-Vorstandes bis 2025. Wie bereits im April mitgeteilt wurde, hatte die Postbank die Vereinbarung über die kostenlose Kontoführung gekündigt. In den darauf stattgefundenen Verhandlungen konnte sich der DARC mit der Postbank über eine Pauschale für alle Konten einigen, die aktuell vom Bundesverband übernommen wird. Es wurden verschiedene alternative Lösungsansätze zur Neustrukturierung des Zahlungsverkehrs im DARC e.V. diskutiert. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel die Einführung einer zentralen Kontenverwaltung, welche die Zahlungsmodalitäten online ausführt. Es wurden auch Beispiele anderer Vereine in die Diskussion eingebracht. Ein verschlüsselter Online-Zugang gemäß DSGVO wird auch für eine seit langem geplante Remote-Mitgliederverwaltung, die auch die Änderung von Mitgliedsdaten erlaubt, benötigt. Außerdem würde damit die eben genannte Pauschale an die Postbank eingespart werden. Der Vorstand wird die verschiedenen Ansätze weiter untersuchen und die Mitglieder regelmäßig darüber informieren. Einen ersten Überblick über die Lösungsansätze wird Vorstand auf der Mitgliederversammlung im November geben. Die bereits im Sommer begonnene Überprüfung der Zielplanung des DARC-Vorstandes wurde final überarbeitet und abgeschlossen. Sie wird ebenfalls auf der kommenden Mitgliederversammlung vorgestellt und ist danach für alle verfügbar. Gebührenverordnung für den Bereich EMVG FUAG gemäß Bundesgebührenverordnung in Kraft. Die besondere Gebührenverordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für den Bereich des Elektromagnetische Verträglichkeitsgesetzes und des Funkanlagengesetzes, kurz EMVG, FUAG, BGEBV, vom 17. Oktober ist am 23. Oktober im Bundesgesetzblatt erschienen und somit in Kraft getreten. Die Gebühren für den Einsatz der Bundesnetzagentur wurden bisher im EMVG in den Paragraphen 17 bis 19 geregelt. Im neuen EMVG wird hier nur noch auf das Bundesgebührengesetz verwiesen. Die Bundesnetzagentur erhebt Gebühren und Auslagen für die individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen, also gebührenfähige Leistungen im Anwendungsbereich des Bundesgebührengesetzes, die sie aufgrund der folgenden Vorschriften erbringt. Erstens das EMVG, zweitens das Funkanlagengesetz, drittens Konformitätsbewertungsstellenanerkennungsverordnung, viertens die Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder und fünftens die Sicherheitsschutzverordnung. Für den Amateurfunk- und Rundfunkempfang gilt damit weiterhin eine Gebührenbefreiung, wenn ein Betriebsmittel unverschuldet entgegen den Vorschriften des EMVG oder entgegen den Vorschriften der Sicherheitsfunkschutzverordnung betrieben wird. Betreiber von Betriebsmitteln, die schuldhaft oder vorsätzlich gegen die geltenden Vorschriften verstoßen, müssen dagegen die Kosten für den Messeinsatz tragen. Funkamateure und Rundfunkhörer hatten in den vergangenen Monaten ihre bereits eingereichten Störungsmeldungen wieder zurückgezogen oder erst gar nicht abgegeben, als mit Inkrafttreten des neuen EMVG Ende 2016 auch dem Melder elektromagnetischer Störungen vorsorglich ein Kostenrisiko von Seiten der Bundesnetzagentur angekündigt worden war. Funkamateure haben nun wieder Rechtssicherheit und weiterhin mit keinen Kosten zu rechnen, wenn sie eine Störmeldung bei der Bundesnetzagentur abgeben. Zu diesem Thema ist am 25. Oktober auch eine Vorstandsinformation auf der DARC-Webseite erschienen. Konfigurationsanleitung für Mikrotik-Router als Nutzerzugang zum Hemnet. Reinhold, Oscar Echo 5 Romeo November Lima, beschreibt in der aktuellen, komplett überarbeiteten und wesentlich erweiterten Version die Konfigurationsschritte für den Hemnet-Zugang am Beispiel eines Mikrotik-Routers. Speziell Newcomer wollten, neben der eigentlichen Hemnet-Router-Konfiguration, eine genauere Einführung, wie man den Hemnet-Router in das Heimnetzwerk einbindet. Die interessante
gesamte PDF-Datei ist, wie diese Meldung selbst, der Webseite des österreichischen Amateurfunkverbandes ÖVSV zu entnehmen. Red FX Sat soll im November starten. Der nächste AMSAT Fox 1 Satellit, Red FX Sat bzw. kurz Fox 1B, soll am 10. November um 9.47 Uhr UTC gestartet werden. Es handelt sich um einen Cube-Satellit mit einem 435 bzw. 145 MHz FM-Transponder. Er ist Teil von vier Cube-Sats innerhalb der 14. NASA ELANA-Mission, die als Sekundärnutzlast an Bord des Joint Polar Satellitensystems 1, kurz JPSS 1, mit einer Delta-2-Rakete von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien gestartet werden sollen. Bei RedFXSat handelt es sich um eine Partnerschaft mit dem Institut für Weltraum- und Verteidigungselektronik an der Vanderbilt-Universität in Nashville, USA. Der Uplink von Fox 1 liegt auf 435,250 MHz, wofür ein 67 Hz CTCSS-Ton erforderlich ist. Der Downlink liegt auf 145,960 MHz. Telemetrie ist über das DUV-Subaudiosystem verfügbar und kann mit der Fox Telem-Software dekodiert werden. Darüber berichtet die AMSAT Nordamerika mit Verweis auf Paul Stötzer, November 8, Hotel Mike. TV-Dokumentationsreihe mit DG1KIM über Fortschritte in der Raumfahrt. Astronaut und Raumfahrtexperte Prof. Dr. Ingenieur Ulrich Walter, DG1KIM, berichtet in einer sechsteiligen Dokumentationsreihe auf dem Fernsehsender N24 über das Leben als Astronaut und die Fortschritte der Raumfahrt. Die Staffel läuft seit dem 17. Oktober jeweils immer dienstags um 21.05 Uhr bei N24 und zeitversetzt auf N24 Doku. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie 30 Tage lang in der N24 Mediathek anschauen. Professor Walter fördert den Einsatz des Amateurfunks an der Uni München massiv und war auch Wegbereiter der Antarktis-Funkbarke. Darüber berichtet Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. DARC-Mitgliederversammlung vom 11. bis 12. November. Am 11. und 12. November findet die DARC-Mitgliederversammlung im Hotel Stadt Baunatal in der Wilhelmshöher Straße Nummer 5 in 34225 Baunatal statt. Unter anderem steht die Wahl des Vorstandes auf der Tagesordnung. Start ist Samstag, der 11. November um 9 Uhr. Bis ca. 11.30 Uhr findet die gemeinsame Tagung zur Beratung der vorliegenden Anträge statt. Anschließend circa von 12 bis 18 Uhr läuft dann die Mitgliederversammlung. Am Sonntag, dem 12. November, wird dann von 9 bis 12 Uhr die Mitgliederversammlung fortgesetzt. Alle DARC-Mitglieder sind dazu eingeladen. Die Anträge sind im vollen Wortlaut auf der DARC-Webseite als PDF-Datei veröffentlicht. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 28. und 29. Oktober, da läuft der CQ Worldwide DX Contest in SSB. Dann haben wir am 1. November den Holzhammer Contest. Am darauffolgenden Wochenende, am 4. November, da findet der IPA Radio Club Contest statt. Das ganze Wochenende hindurch, 4. und 5. November, da gibt es den Ukrainian DX Contest aus der Ukraine und der IARU Region 1 Marconi Contest VHF. Der bekannte November Contest, 2 Meter, nur in Telegrafie, ist relevant für die DARC Clubmeisterschaft. Und am 5. November, am Sonntag, dann noch einmal den IPA Radio Club Contest mit dem zweiten Teil und der Highspeed CW Contest findet ebenfalls am 5. November statt. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der Ausgabe 10 2017 auf Seite 58 und in der aktuellen November-Ausgabe auf Seite 64. Der Funkwetterbericht vom 24. Oktober, herausgegeben wie immer von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 17. bis 23. Oktober. Die Sonnenaktivität war sehr gering, bis auf einen Überraschungs-M-Flair am 20. Oktober von der neuen Region 2685. Das war die alte Region 2682, die im September, damals noch als 2673, einige X-Flares produziert hatte. Zu ihr gesellte
teilte sich noch die Region 2686. Die Fluxwerte kletterten langsam von 71 auf 78 Fluxeinheiten. Das geomagnetische Feld war ruhig bis leicht gestört. Nur am 19. Oktober gab es aktive Turbulenzen. Lange Schwundphasen waren auf allen Bändern nicht zu überhören. Die Ausbreitungsbedingungen auf den Kurzwellenbändern waren immerhin besser als vorhergesagt und erfreuten uns vor und am WAG-Contest-Wochenende am vergangenen Wochenende. Das 15-Meter-Band öffnete sogar zur USA-Westküste und nach Japan. 10 und 12 Meter boten brauchbare Öffnungen in die Karibik, nach Süden und nach Asien entlang des Äquators. Das einigermaßen ruhige geomagnetische Feld begünstigte DX auf 80 und 40 Meter. Vorhersage bis zum 30. Oktober. Die beiden Sonnenflecken begleiten uns bis zum nächsten Funkwetterbericht in der nächsten Woche. C-Flare-Aktivität ist möglich, wobei die solaren Fluxwerte etwa 80 Einheiten erreichen werden. Das nächste koronale Loch ist bereits in geoeffektiver Position und wir erwarten, dass das Erdmagnetfeld ab dem Nachmittag des 24. Oktober reagiert. Ab dem 26. Oktober könnte aber die nächste ruhige Phase beginnen. Die Bänder 20 und 15 Meter öffnen morgens relativ schnell nach Sonnenaufgang nach Asien und auch manchmal nach Neuseeland auf dem kurzen Weg. 30 Meter etwas später in die gleiche Richtung. Die Low Bands sind meist bis Sonnenaufgang für DX freundlich. Abends sind 20 Meter und oft auch 17 Meter nach Sonnenuntergang noch offen. Hoffen wir, dass diese für uns positive Phase noch eine Weile so bleibt. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang ist in Neuseeland um 17.26 Uhr, in Ostaustralien um 19.23 Uhr, in Westaustralien um 21.27 Uhr, in Singapur, dort ist Sonnenaufgang um 22.46 Uhr Weltzeit, in Japan um 20.54 Uhr, auf Hawaii um 16.30 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne auf um 17.02 Uhr UTC, in Johannesburg in Südafrika um 3.25 Uhr, an der USA-Westküste um 14.27 Uhr, auf den Falklandinseln um 8.34 Uhr und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 4.47 Uhr Weltzeit auf. Sonnenuntergang USA-Ostküste 22.02 Uhr, USA-Westküste 1.21 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.15 Uhr UTC, auf den Falklandinseln um 22.49 Uhr, auf Hawaii um genau 4 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne um 2.17 Uhr UTC unter, in Johannesburg in Südafrika um 16.19 Uhr, in Neuseeland um 6.45 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 15.53 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DRRC Deutschland-Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte mein Kollege Stefan Hüpper, DH5FFL, vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DRRC-Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DRRC. Wenn Sie Meldungen für den Deutschland-Rundspruch haben, also mit bundesweiter Relevanz, dann schicken Sie Ihre Infos und Beiträge gerne per Post oder Fax an die Redaktion CQDL, Sie kennen ja die bekannte Adresse Lindenallee 4 in Baunatal, sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@drrc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH, bis zur nächsten Woche. Und an alle Mädchen, 88. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.